FTP kunnen we ook de weg andersom eigenlijk bekijken. Dus ik heb steeds nog wel mijn zelfde corporate firewall hier staan. Die mijn netwerk beschermt. Nu, ik heb zelf ook binnen mijn netwerk clients rondhuppelen. En die willen eigenlijk ook allemaal wel een FTP-server gebruiken op internet. Dus ik heb hier een remote FTP-server. Waar allemaal interessante films op staan. Heeft bijvoorbeeld hier adres 1111. Mijn client, een van mijn clients bijvoorbeeld, gaat adres 2222 hebben. Dus in mijn firewall moet ik ook regels gaan instellen die dat ervoor zorgen dat mijn clients zelf ook die FTP-servers kunnen gaan gebruiken. Dus dat is een beetje de andere way, de andere dat is een beetje andersom dan daarnet. Ik heb de source port, destination port, source IP, destination IP en een status waar ik ga moeten opletten. Dus wat er nu gebeurt is, mijn clients gaan een externe FTP-server gaan raadplegen. Ja, actieve, een zeer actieve FTP-server. Dus wat gebeurt er nu? Dat is, ik heb het in true getekend vanuit mijn eigen netwerk, dus zijn niet de gevaarlijke, zo gezegd. Die gaan graag naar een server gaan om daar bestand af te halen. Dus wat doen die? Die verbinden sowieso met poort 21 op de FTP server. Dus dat is de eerste connectie dat die liggen. Zelf gebruiken ze hiervoor een poort groter als 1023. Dus protocol TCP. Dat is voor mijn firewall uitgaand verkeer. Tenzij ik het op deze poort zou toepassen. En de source port is groter dan 1023. Destination port is de 21. Het IP-adres van de source is 2222. Destination IP-adres is 1111. En dat is een nieuwe verbinding die ik ga leggen. Dus die gaat vastgelegd worden in de statustabel. Daar gaat hij dus zelf ook al, dat is actieve, dus hij gaat zelf zijn poort gaan meegeven. Oké, dus dat is het vastleggen van de verbinding. Het volgende wat die server eigenlijk doet, is een antwoord sturen. Die gaat vanuit zijn poort 21. Dat is inkomend voor mijn firewall. Dus tweede stap. Er komt een pakketje terug. TCP. Inkomend nu. Keert dan een beetje om. Poort 21, groter als 1023. Vertrekt vanaf die server van op internet en komt terecht bij de client van mij. Dat gaat sowieso over een established verbinding. En die gaat het volgende wat die eigenlijk doet, dus op dit moment krijgt mijn client eigenlijk binnen welke poort die gaat nee, dat klopt niet. Nu gaat die, dus de volgende stap, gaat die weer een verbinding leggen. De server. Dus die heeft de verbinding hier goedgekeurd en die gaat dus naar die client. Dat is weer inkomend een regel. 3. TCP
inkomend. Ah, ik had daar juist voorgesteld met een poortnummer. Ik zal dat nu ook doen. Dus die client gaat ergens een poortnummer gebruiken. Bijvoorbeeld bij zijn aanvraag. Bijvoorbeeld poort 5555. Ik zal die andere hier ook uitvragen. Dus de source port van mijn client zal ik invullen. Dan is dat duidelijker. 5555. Dat is die at random nummer. En misschien dat dat niet slecht is dat mijn client ook zo'n nummertje krijgt. Zo. Via 5555. De client portnummer stuurt die iets op. Voilà. Dus wat gaat die dan sturen? Dan gaat die zelf. De FTP-server zelf gaat een connectie starten naar de client met een hogere poortnummer. Dat vertrekt vanuit poort 20 vanuit de server en die stuurt naar de client 5556. Die vertrekt dus vanuit de server deze keer en valt gewoon binnen bij de client. Dat is wel een established verbinding en die is related. Want die is gerelateerd aan die verbinding hierboven. Dan als laatste stap heb jij de connectie terug. Vanaf dan kan er iets overgepompt worden tussen client en server. Dan zegt die client, ja, het is oké, verbinding staat open. Pomp maar door. Dus dat is TCP, outgoing. Vertrekt van 5556. En die gaat naar poort 20 op de server. Gaat vanaf de client, mijn client, naar de server gaan. En dat gaat nog steeds over een established verbinding. Voilà, dus dat is actieve FTP bij mijn client. Dus het vervelende vroeger bij de client was het openzetten van die poort bij de client. Nu door die related omschrijving hier in de firewall, in een stateful firewall, dan ga je dat eigenlijk omzeilen. Het probleem van vroeger, dus gaat hij ineens die poort kunnen openzetten, omdat hij weet dat die gaat toekomen. Voor de passieve vorm van FTP, krijg je weer bijna gelijkaardige regels, dus mijn client met nummer 2.2.2.2. Die gaat verbinding leggen met de server die ergens extern staat, een passieve FTP-server die wacht op poort 21 en die krijgt nummer 111. Voilà, dus allereerste verbinding. Mijn client vraagt een connectie aan naar de FTP-server. Voor mijn firewall is dit uitgaand. Dus dat maakt dat ik kan zeggen, ik ga het ten eerste zo opschrijven, dus de allereerste verbinding gaat die TCP doorsturen. Hij gaat uitgaand verkeer doen. De source port is een nummertje groter als 1024 en het doet er in dit geval niet zoveel toe. Dus groter als 1024. De destination port is port 21 en hij vertrekt van de client 2222 en hij gaat naar de server op internet en hij gaat zeggen ik heb een nieuwe verbinding op dit moment. De volgende connectie is dat hij dat gaat bevestigen. Hij gaat ook meegeven dat dat passphrase is. De server zelf stuurt een bericht terug. Vanuit zijn poort 21 gaat hij zeggen TCP inkomend voor mijn firewall. En hij vertrekt van poort 21 naar groter dan 1024. Hij vertrekt van de server en hij gaat naar mijn client. Het is een established verbinding en hij gaat ook een poort meegeven. Plus poort groter dan 1023.
Volgende stap bij de passieve is TCP vanuit de client naar die poort verbinden, die hogere poortnummer, groter was 1023. Stapje 3, uitgaand groter dan 1024 ook bij de client, en hij gaat naar groter dan 1023 en hij vertrekt van 2222 naar 1111 en het is dezelfde established verbinding. En aangezien dat die te maken heeft met wat er doorgegeven is, is die ook related. Dan de allerlaatste stap is dat er communicatie start vanuit die hogere poortnummer. Dus laatste stap naar de hogere poortnummer van de client. Dus TCP inkomend voor mijn firewall. Hij komt van poort groter dan 1023. En hij gaat naar poort groter dan 1023, ook bij de client, van 1111 naar 2222. En die verbinding was ook daarvoor al established. Dus zo gaat eigenlijk passieve FTP te werk. FTP, dus nog eens, alle verbindingen worden geïnitialiseerd vanuit de client en heeft hij daar eigenlijk iets minder last van dan bij die actieve FTP. Zover het FTP.